Een hele goede morgen, beste luisteraars. Het is weer zover met het programma Wist u dat? Op deze woensdagmorgen 23 augustus 2023. Ja, en wij gaan natuurlijk het programma starten. U heeft ook naar muziek geluisterd, maar we gaan allereerst praten, zoals we dat gewend zijn, met de heer Edward Belfort, DNA-lid in Suriname. Meneer Belfort, goedemorgen. Dag, goedemorgen meneer Botse, goedemorgen luisteraars van Radio Tamskona Somitang, vanuit zonnig Paramaribo. Ja, ja, meneer Belfort, laten we het even hebben over, ja, de ABOP, uw politieke partij, en over die nieuwe kiesregeling, want iedereen is het er mee eens dat die verkiezingen niet kunnen worden gehouden met het systeem wat er op dit moment is in Suriname. Er moet een nieuwe kiesregeling komen, vindt iedereen. En dat getuigt ook ervan dat dat bijna alle partijen een voorstel hadden ingediend. Hoe is het gegaan deze week? Ja, dus we hebben gezien dat partijen apart hebben ingediend een initiatief voorstel dat partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn. Het begon met de NDP. Misschien kunt u een beetje harder praten. Ja, het begon met de NDP. En ik had ook getekend voor de initiatiefwet, ingediend door de NDP. En toen begon, was de hel losgebroken. Allerlei wilde verhalen werden de wereld ingeholpen door voornamelijk ABOP'ers. Dat Belfort, hij vreed met de NDP. Belfort is nu van de NDP. Ik heb toen duidelijk uitgelegd wat er gaande is. Ja, maar weet hoe... Wat was er dan gaande? Nou, het duurde allemaal te lang. We zitten al langer dan een jaar na de uitspraak van het constitutioneel hof. Zonder dat de regering een wet had ingediend. En ik heb steeds erop gehamerd, de aandacht van de regering gevraagd via de voorzitter van het parlement. Laten we de regering vragen, dwingen, om met de nieuwe kiesregeling te komen. Ja, omdat de tijd dringt, was het er eigenlijk niet al helemaal verkeerd. Maar de regering talmde. Uiteindelijk in een huishoudelijke vergadering zei de voorzitter me, ja, je kan zelf ook een wet indienen toch, want je bent parlementariër. Dat weet ik, maar het moet van de regering komen, had ik de voorzitter nog gezegd. En diezelfde dag verwittigde de NDP-fractieleider mij, meneer Parmisser, dat ze een wet gaan indienen. Toen vroeg ik of ik mee kon tekenen. En hij vroeg gesprek met zijn fractie en met de ABOP-fractie. En ik mocht mee tekenen. Gelijk daarna begonnen de wilde verhalen. Uiteindelijk heeft daarna de NDP, de VHP, ook ingediend. Ja? VHP heeft apart ingediend. Met als sluitstuk dat ze ook, zeg maar, voor een profielschets gaan. Je mag geen strafblad hebben voor president, vice-president. En toen begon het. Gelijk daarna heeft de ABOP apart ingediend. ABOP-PL-fractie ingediend. Ja. En zo ging het dat de regering ook daarna met twee wetsvoorstellen kwam. En zo had je dus op een gegeven moment vijf wetsvoorstellen in het parlement. Wat geen gezonde situatie is. Eén regering, vijf wetsvoorstellen. Uiteindelijk begon de gemeenschap te roeren, zich te roeren. Men zei van ja, ze willen voor landelijk evenredigheidsstelsel gaan. En alle partijen die hadden iets anders ingediend, die strikte stelsel. Afgelopen week
is het beklonken in het parlement. Partijen hebben overeenstellingsbeleid, althans de partijen vertegenwoordigd in het parlement, hebben consensus bereikt. En gisteren, althans maandag, hebben ze, maandag hebben ze dus een gezamenlijke voorstel ingediend, namelijk landelijke evenredigheid. Ja. Dus alle poeha, alle beschuldigingen aan het adres van Belfort, is voor niemand al geweest. Vele mensen, ze denken niet verder na. Dan zeggen ze allerlei dingen, ze willen je eigenlijk besmeuren. Maar wanneer de waarheid daar is, dan zwijgen ze. Nu heeft de ABAP zelf, die problemen had met landelijke evenredigheidsstelsel, ze zeiden, de voorzitter had zelf gedreigd. Ik weet nog, de advocaat die het kiesstelsel naar Constitutioneel Hof bracht, was bedreigd geworden. Het al Constitutioneel Hof was ook bedreigd geworden. En achteraf nu komt de ABOP-fractie terug en stemt voor. Ja, dient zelf in. Landelijk evenredigheidsstelsel. Waarom heb je al zoveel drukte al die tijd gemaakt? Wat betekent dit namelijk? Om die wet er doorheen te krijgen, tweederde meerderheid vereist. En de VHP en de NDP hebben nu in het huidige parlement 36 zetels staan. Dus zij hebben al consensus bereikt. Heeft de ABAP-fractie gezien, de ABAP-fractie die tegen was, van ik ga achterlopen, ik ga geen rol van betekenis hebben, dus die verstem ik samen, die verdien ik samen in. En dat is die hele, dat hele eileten geweest bij de ABAP. Ja, ze zouden gewoon buiten beschouwing gelaten worden. ABAP is eigenlijk gedwongen mee te gaan. Niet dat ze dat wilden, want dat hebben ze altijd bestreden. Ja, om nu te komen zeggen, ze gaan gezamenlijk indienen en de voorzitter zwijgt niet in alle talen. Ja, NDP en VAP 36, de BEP komen ze dan op 38 met drie van de NPS. En Belfort heb je dus 42. De ABAP is niet eens nodig. Dus alle braaksel dat ze hebben gebruikt, hebben ze niet ingeslikt. En iedereen die Belfort beschuldigde, die zwijgt niet. Dan Belfort een lobby binnenlaat, dan Belfort is allerlei dingen. Nu zwijgt men. Men moet eerlijk zijn en zeggen, ze zijn verkeerd geweest. Ja, en verontschuldiging aanbieden, maar dat doen ze niet. Dus nu is consensus bereikt. Wat nu? De commissies worden samengesteld. Ja, en dan ga je dus nu een huishoudelijk verband om later in openbaar te gaan behandelen. En het parlement gaat niet op reces, pas op 6 september. Hopelijk wordt dus die wet tussen nu en 6 september goedgekeurd in het parlement. Dan is alles voorbij. Alle beschuldigingen aan het adres van Belfort is voor niemand al geweest. En zo zie je weer bepaalde mensen die denken niet na. Ze lopen als kudde achter een voorzitter aan. Want de voorzitter zegt dat doet moeten gebeuren. En wanneer de voorzitter vastzit, dan draait men gewoon 180 graden terug. En dan praat men niet meer. En daarvoor is het parlement er niet. Daarvoor zijn de assembleeleden er niet. Je bent voor het volk. Als het volk een bepaalde stelsel wil, dan moet je daarvoor gaan. En daarvoor is Belfort altijd geweest. Ja, ja. Om te zeggen, ik ga voor het volk, wat het volk wil, dat ga ik doen. Ja, ja, maar er zijn mensen die zeggen van, ze kunnen zich wat voorstellen dat mensen, vooral uit de ABOP, ja, die kennen Edward Belfort, want die was fel tegen wat de NDP in het verleden deed in de regering. Dus ze dachten van, hoe is het nou mogelijk dat hij meestemt met ze?
Maar ze hebben natuurlijk niet begrepen wat de uiteindelijke reden was, hè? Ik heb altijd uitgelegd waarom. We hebben anders beloofd. We hebben beloofd dat wij voor het volk zouden werken. Niet voor enge partijbelang of vrienden- en familiebelang. En wat doet deze regering? Voornamelijk ABOP, ook de ABOP-voorzitter. Fresh and Family, dan ga je Belfort stem horen. Ja, dan ga je Belfort stem horen. Want anders beloofd aan het volk. Ja, en dat doet men niet. Ja, dat doet men niet. Ja, en men gaat voor enge privébelang. En dan ga je mijn stem horen. En dat was ook bij de NDP het geval. Ja, ja. De NDP was dat ook het geval. Ja. Ik was niet op persoonlijke tour bezig. Ja. Ja? Maar goed, de ABOP heeft op een gegeven ogenblik eigenlijk voor hun geld gekozen. Want ze wilden eigenlijk het districtenstelsel handhaven. Want, ja, ja. Ja, toch? Ja. En nu is het one man, one vote geworden. Precies. Dus dat heb ik uitgelegd, toch? Want als de VHP en de NDP consensus hebben bereikt, heeft ABOP geen rol van betekenis meer. En dat heb ik altijd gezegd, dat de VHP de ABOP uit de regering kan zetten. Ja? Dat heb ik altijd gezegd. En de regering gaat rustig verder. Maar men wil me niet geloven. Nu ziet men duidelijk dat Belfort gelijk heeft. Ik heb dit altijd gezegd, dat wat de ABOP-voorzitter doet. Als ik in de schoenen van de president zat of stond, had ik de ABOP al lang uit de regering gezet. Maar ja, ik praat, dan lijkt het alsof ja, ik niet van de voorzitter hou en bestreden voor. Het is, je moet werken voor het land. Je bent niet daar voor je broer of voor je kinderen. Het is iets anders. Het is een land moet je besturen. Maar ja, Belfort praat ik meestal, of tot nu toe, krijg Belfort op termijn gelijk. Op termijn krijg Belfort gelijk. Ik heb de voorzitter gewaarschuwd, maar meneer Tjedag, ja, heeft niet gezien dus al. Dus hij luistert niet meer. En kijk, blunder op blunder, blunder na blunder wordt er gemaakt. Voor het eerst heb ik zo'n vice-president gezien. Suriname is vergezakt. Vergezakt qua niveau. Ja, het is niet wat het moet zijn. En dit ga ik altijd bestrijden, toch? Dit is niet het niveau van een VP of van een regering. Men bestrijdt elkaar, de VHP bestrijdt de ABOP bestrijdt de VHP. Ze zijn vijanden, twee vijanden in de regering. Dan gaat het land niet vooruit komen, toch? Ja, ja. Wanneer wordt deze wet behandeld, denkt u? Als alles goed zit tussen nu en 6 september moet het behandeld. En goed zover zijn. Nu en? 6 september. 6 september. Ja, en dan zou het in elk geval op tijd klaar zijn voor de komende verkiezingen. Dus dat de komende verkiezingen gewoon door zouden kunnen gaan op basis van deze wet. Ja, ja. Ja, dat is ook de uitspraak van het Constitutioneel Hof, toch? Die oude wet kan niet doorgaan. Ja, ja. De uitspraak van het Constitutioneel Hof. Ja. Ja, men wou dat niet begrijpen. Maar het heette, ja, Belfort bediend werd in de NDP, want Belfort de loop aan binnenland. En wat zegt men nu dan? De uitspraak is gekomen van het Constitutioneel Hof. En het is de voorzitter van de ABOP geweest die begon met bedreigen. Maar je hebt een regeerakkoord getekend en het staat letterlijk daar in het regeerakkoord wat hij getekend heeft. Maar dat krijg je wanneer iemand alleen gaat naar meetings en hij alleen wil alles bepalen. Niemand mag hem tegenspreken of hem van advies dienen. Wanneer is een solist en dan krijg je deze dingen. Je tekent een regeerakkoord en tekent dat daarbij ook die kiesregeling op de operatietafel moet. Dat heeft hij getekend. Niet Belfort heeft het getekend, maar dat springt op Belfort. Ja, ja. Oké, okay, in elk geval, de mensen hier weten nu ook dat er, zeg maar,
dat wetsontwerp ingediend is. Er is één wetsontwerp. En dat zou, er is dus overeenstemming tussen de verschillende partijen, zowel de coalitie als de oppositie. Ja. En dat die wet zal worden aangenomen. Ja, het is geen andere uitkomst. Want anders kunnen de verkiezingen niet doorgaan, toch? Ja, dat is waar. Ik heb altijd gezegd, het was volgens mij de enige die constant, er waren natuurlijk andere leden die af en toe zeiden van die wet moet komen. Maar ik heb altijd vanaf de uitspraak van het Constitutioneel Hof bij bijna alle openbare vergaderingen van het parlement, ook inzonderlijk, gevraagd, laten we de regering, laten we die wetten die we nu behandelen, parkeren, zelfs de BTW-wet van december 2022, heb ik gevraagd, laten we het parkeren en de regering dwingen om met die nieuwe kieswet te komen. We lopen al tegen de tijd aan. Dingen moeten voorbereid worden, het volk moet weten met welke kiesstelsel men gaat werken. Zodat het volk precies weet, op die mensen ga ik stemmen, ik ga niet meer voor die oude partijen die nu aan de macht zitten stemmen. Dat moet het volk toch weten, het volk heeft recht daarop. Maar men doet alsof alles oké was. Ja, ja. Maar goed, ander onderwerp. Ik heb begrepen dat er dat het behoorlijk spannend geweest is de afgelopen dagen op onze luchthaven in Parama, of tenminste luchthaven op Zanderij. Johan Adolf Pengel luchthaven. Ja, ja, we hebben ook de zaken gevolgd. Eerst met de onderbezetting van de luchtverkeersleiders. De luchtverkeersleiders hebben tijdig aan de bel getrokken. De regering. Waarom hebben ze aan de bel getrokken? De luchtverkeersleiders. Ja, die dus die vliegtuigen moeten begeleiden om te komen landen. Ja. Of op te stijgen, overvliegende vliegtuigen, noem maar op. Ze hebben gezegd, we zijn onderbezet 1-2. Onze financiële waardering is niet conform internationale regelgeving. Onze collega's in het buitenland verdienen meer dan ons. Kunt u wat eraan doen? Toezeggingen gedaan door de regering. Niet nagekomen. En eerlijk wat kreeg je? Dat het vliegtuig, of die vlucht vanuit Schiphol naar Paramaribo, niet één, niet twee, verschillende keren op in Frasiana moet landen, want de toren is onbemand. Onder bezetting, tekort aan personeel. Personeel is weg zoals in andere sectoren, medische sector, onderwijs. Ja, dan krijg je onderbezetting. En op die moment is die toren onbemand. Is een schade voor het land. Het kost het land alleen maar geld en imago schade. Maar ja, dan gaat toch naar betere orde. Om te zeggen, ik verdien beter daar. En nu, wat niet zou mogen, waar we niet eens hebben gedacht. Die koperen bedrading van het ILS-systeem, instrumenten landing systeem, waar de vliegtuigen van gebruik maken om bij slecht weer, ja, op zeg maar automatisch te kunnen landen, te kunnen navigeren op de airport. De koperen bedrading van het ILS-systeem is een gestolen. Dat niet alleen, nu is het ILS-systeem, net als in 1989, toen het vliegtuig crashte daar op de airport, het ILS-systeem was ook buiten werking. Ja, nu is het weer buiten werking door dieven nalatigheid van de overheid. Zo erg is de criminaliteit in Suriname. Ja, dus die vliegtuigen kunnen geen gebruik maken van het ILS-systeem. Ik hoop niet dat de ICAO, dat is de Burger Wereld Luchtvaartorganisatie, Suriname downgrade, althans de airport van Suriname downgrade. Maar ze hebben een groot probleem. Ja, hebben dat een heel groot probleem in Suriname, waarbij ja, vliegtuigen Suriname niet meer zullen aandoen. Ja? Maar wat nu is gebeurd, gisteren,
is dat een tijdje terug een paar aras, raven, ja, vogels, exotische dieren, beschermde dieren, raven, die alleen in Brazilië, een bepaald gebied in Brazilië voorkomen, door de dienst Landbosbeheer, ambtenaren van die dienst, op een locatie aan het Garnizoenspad in Wanica, in beslag waren genomen. 29 stuks heb ik begrepen. Die raven waren plotseling verdwenen vanuit een afgesloten locatie van LBB. Waarschijnlijk waren ze weer boven water gekomen. Ze zouden gisteren, dinsdag, met een speciaal vliegtuig, een charter van de politie van Brazilië, ja, zijn gekomen om die aras mee te nemen. Er was al contact gelegd met ze. En wat bleek? Dieven hebben die ruimte ingebroken en met die aras weggegaan. Van die 29 zijn maar 5 van die vogels achtergebleven. Het is een totale schande voor Suriname. En nu is er een politieonderzoek gaande op de airport. Hoe dat mogelijk is. Ja, ik heb begrepen dat die vogels een blauwe kleur hebben, hè? Ja, blauw. Ze zijn helemaal blauw van kleur. Ze zijn beschermde dieren. Ze komen alleen in een bepaald gebied van het Amazonewoud voor. En ze waren via Guyana naar hier gesmokkeld. Is ook gezegd van wat die mensen ermee zouden doen. Zouden ze die dingen verkopen of wat zouden ze doen? Ja, verkopen. Ik heb begrepen, die vogels, 29 in totaal, hebben een straatwaarde van $500,000. Er was van een regeringsautoriteit gebeld naar de dienst, een hoge regeringsautoriteit, niet op het niveau van de minister, hoger, om die vogels terug te geven, want de smokkelaar zou een vriend van die autoriteit zijn. Maar zijn die mensen dan zijn ze bekend, zijn ze dan opgepakt? Wie? Die dieven. Nee, daarvoor, voor die diefstal was er gebeld. Voor die diefstal, dus nadat de dienst de vogels had in beslag genomen, kwam het telefoontje van een hoge regeringsautoriteit, op het niveau van de minister hoger, maar geef die vogels terug, of die smokkelaar is een vriend van mij. Er is geweigerd en enkele minuten daarna werd gebeld door die hoge regeringsautoriteit. $30,000 op tafel te leggen om die vogels af te staan. Dat zelf is geweigerd. Nu zijn die vogels kort voor politie van Brazilië. Die vogels zouden ophalen. Zijn ze dus verdwenen. Die vogels zijn verdwenen, de politie, dus er is afgesproken met de politie in Brazilië om die vogels te komen ophalen op Sanderij. Ja, er was contact gelegd en ze zouden dus gisteren door de politie van Brazilië worden teruggebracht naar een vertrouwd gebied. Ja, en nu zijn er maar 5 over. De federale politie is gekomen om die vogels op te halen. En die diefstal, door diefstal, zijn een groot deel van die vogels weg. 5 vogels die waren over? 5 van de 29, 5 zijn overgebleven. Ik sluit niet uit dat daar een inside job is. Maar de mensen die. Van mensen buiten. Maar die mensen die met die vogels er vandoor zijn gegaan. Het is bekend wie die mensen zijn. Zijn ze opgepakt door de Surinaamse justitie? Ik weet niet of het bekend is. De politie is nog bezig. Maar er is gezegd door een autoriteit dat die mensen. Een vriend van die autoriteit was. Nee. Die man die die vogels heeft gesmokkeld in eerste instantie naar Suriname, die moet een vriend van die regeringsautoriteit zijn. Want hij belde om te zeggen, geef die vogels terug, die smokkelaar is een vriend van mij. En toen is er geweigerd. Dat is weken eerder gebeurd. Ja, en
gisteren zouden die vogels door de federale politie van Brazilië opgehaald worden. Hè. Daarvoor, voordat die vogels teruggingen. Ik ben echt gebroken in die ruimte. Ja, als er gezegd wordt van de man is een vriend van mij, dan is het toch bekend wie die boef is? Eigenlijk moet de politie in die richting zoeken. Ik begrijp het niet hoor. In Suriname gebeuren vrienden dingen, meneer Botten. En wat is er nu? Dus ze hebben 5 vogels kunnen meenemen, die recherche uit Brazilië. Ik denk dat ze die hebben meegenomen en de politie hier moet de rest gaan zoeken. En die andere vogels die zijn nog steeds zoek? Ja, ik geloof 23 of 24 zijn zoek. No. Ze hebben die kooien meegenomen en op een bepaalde locatie die vogels uit die kooien gehaald. Als die informatie klopt. Er gebeuren vreemde dingen in Suriname. Sinds deze regering is aangetreden. Wat heel jammer is. En deze dingen zetten Suriname te schande. Maar goed. We gaan het even hebben over de politieke situatie in Suriname. Hoe is dat op dit moment? We hadden de vorige week gesproken over problemen die er zouden zijn tussen de VHP en de ABOP. Zijn die problemen nu weer een beetje opgelost? Nee, die problemen zullen niet opgelost worden omdat men elkaar vijandig zijn. Men bestreedt elkaar. Ik had het al lang gezegd, sedert zeker 2 jaren terug had ik het gezegd. En niemand geloofde Belfort. Maar dat ding kwam niet naar buiten toch, omdat ik dat ding van dichtbij heb gezien. Toen kwam ik ermee naar buiten en het heette Belfort leeg. Alles is koekenij, we zijn één regering. Het is Mikasa is Sukasa, we zijn in een huwelijk enzovoort. Dus iedereen zei Belfort leeg. Belfort loog. En nu dat ding buiten komt, die zegt mij ook met geen gelijk. Ja, maar ik heb niet gelogen, ik heb dat ding van dichtbij meegemaakt. Hoe men elkaar bestreedt in kamers. Ja, echt als vijanden. Dan gaat er van het besturen van het land niet terechtkomen. En zo heb je dus dat besluiten worden genomen. De VP wordt gebypast. Omdat die man niet gekend wordt, men acht hem eigenlijk niet van waarde. En al die dingen had ik hem voorgehouden. Toen hij voornemens was, ja, het ambt van de VP te gaan bekleden. Maar ja, zijn vertrouwelingen, die zeiden, Belfort is jaloers op hem, allerlei dingen. Wat nu met hem gebeurt, heb ik sinds 2020 en wel juli 2020... voordat de regering gevormd was, had ik de VP dit voorspeld. Men zei Belfort, Jarusu enzovoort. Maar ja, nu ziet men Belfort heeft altijd weer gelijk gehad. Omdat, kijk, regeren van het land, besturen politiek is wetenschap. De moderne politiek is gelegd door Nicola Machiavelli. Zie je dat? 16 zoveel. Maar men leest niet. Dus, dan ziet men dat ding als ach, Sam Takina dat opstaat. Maar het is wetenschap. Alles wat nu gebeurt is in boeken. Is al eerder gebeurd. Maar omdat men ja, de wetenschap niet bedrijft. Men denkt ja, ik heb 9 zetels of 10 zetels met PL. Sam Takina dat moet staan. Maar zo gaat het niet. Besturen is vooruitzien. En dan moet je een plan hebben om dit mooie land uit de pinari te halen. Heb je geen plan, dan gaat hij maar babbelen in de ruimte. En dan gaat men het systeem op je toepassen. En dan gaat hij zien dat hij straks uit de regering gezet zal worden. En de regering gaat rustig verder. Zo ver gaat het straks komen voor de ABOP. Ja, dat de ABOP en de PL uit de regering gezet zal worden. Of zullen worden. En de regering gaat rustig verder. Men denkt, die 10 zetels van hun zijn onmisbaar. U gaat straks zien. Maar hoe zit dat? Dingen en op termijn komen die dingen uit. Ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Want ik heb begrepen dat er overleg is geweest tussen de VHP
en de oppositionele partijen. Heeft men ook met u gesproken? Nee, men praat niet met mij. Men ziet mij als vijandig. Terwijl ik dingen voorspel. Zelfs de fractie van mij, de ABOP-fractie, die sluit mij uit. Maar ik zit langer in het parlement dan hun. Dus ik maak me niet druk. Ik zie dingen en ik dacht bij mezelf. Ja, maar ik heb begrepen, de VHP... Of de president heeft gesprekken gevoerd met de oppositionele partijen om te kijken hoe ze die regering kunnen voortzetten zonder de ABOP. Ja, dat hoor ik, maar dat verwachtte ik al lang. Zie je dat? 2020 verwachtte ik dat. En dat gaat straks komen. Ja. De ABOP gaat men troppen en de PL ook. Dus. De minister van Binnenlandse Zaken die denkt dat hij daar is de eigendom. Hij gaat straks zien wat gaat gebeuren. U heeft het over de minister. Deze dingen kun je gewoon voorspellen als je ziet hoe men zich gedraagt. Dan kun je deze dingen voorspellen. We naderen de verkiezingen. En men lust de ABOP en de PL niet meer. Nee, nee. U heeft het over de minister van Binnenlandse Zaken. Hij is nogal veel genoemd de laatste tijd nadat hij dat lied Libi Contrangano... min of meer verboden had om gezongen te worden. Dat doe je eigenlijk niet, maar de president heeft hem op het matje geroepen. Maar de president moet echt in de spiegel kijken en zien dat hij ergere dingen heeft gedaan dan wat de minister heeft gedaan. De president heeft toch mensen laten opsluiten, activisten die vreedzaam aan het protesteren waren. Hun grondwettelijk recht, daarvan gebruikmakende, is de president die mensen laten opsluiten. Niet één, niet twee, aantal activisten zelf, journalist van die keer heeft laten opsluiten, andere mensen een bedrijf, de politie op ze afgestuurd, zwaar bewapend, politie en militairen, dat doe je nou niet. Dus het volk is niet vergeten. Dus het volk wacht rustig op de verkiezingsdatum en de verkiezingsdag. Dan gaat men deze mensen wegstemmen. Nooit meer gaan ze aan de macht komen. Ik zit hier, ik merk alles op en ik loop overal. En wat het volk zegt, is dat deze mannen, met deze mannen bedoel ik de VHP, de ABOP, ze gaan zelf merken wat gaat gebeuren. Wat denkt u dat er gaat gebeuren dan? Dat het volk ze zal afstraffen bij de verkiezingen. Wat ze ook doen, met welk pakket ze ook komen... Met hoeveel geld ze ook zullen strooien. Hoeveel helikopters de lucht in zullen gaan om het geld te strooien. Het volk gaat ze afrekenen. Gaat ze afstraffen. Ja, maar goed. Men is al bezig met allerlei activiteiten. Medicijnen verdelen uit India enzovoort. Ik weet niet of het verdeeld wordt. Dat mensen niet hoeven te betalen ervoor. Daar wil ik het volk voor waarschuwen. Om de medicijnen niet zomaar te accepteren. De WHO staat voor Wereldgezondheidsorganisatie, World Health Organization, heeft niet één, niet twee, niet drie, vijf waarschuwingen gegeven over de medicamenten uit India, voornamelijk die hoestdranken. Ja, en het is al voorgekomen in bepaalde landen in Afrika, waarbij honderden kinderen zijn doodgegaan ervan. Ja, en we stellen... Hoe komt dat nou eigenlijk? Wat zeggen ze dat er met die medicijnen aan de hand is? Dat te veel toxische stoffen, giftige stoffen in die hoestdranken zijn. En dat heeft tot kindersterfte geleid in bepaalde landen. Giftige stoffen in die medicijnen? Ja, te veel giftige stoffen. Ja. En het heeft... geleid tot de dood van kinderen in Afrika. En we zien dat India medicijnen schenkt aan Suriname om prodeel te verdelen. Ja, voedseltechnoloog, meneer Ricky Stuttgart, heeft ook daar een aantal dingen van gezegd. En dan horen we de regering zegt, BGVS, die staat voor bedrijf geneesmiddelen voor Suriname, die gaat de medicijnen testen. Meneer Ricky Stuttgart, een specialist op dat gebied, zegt Suriname, en BGVS beschikt niet over de kennis en het instrumentarium om deze medicijnen te testen. Dus vraag ik mij af hoe die medicijnen getest zullen worden. Door wie? Welk land? Welk onafhankelijk instituut?
Ja, ja. Ik wil de gemeenschap waarschuwen om voorzichtigheid te betrachten bij wanneer men medicijnen gaat geven. Ja, let op. Want je gaat een medicijn in ontvangst nemen om te zeggen, ga het gebruiken om beter te worden en je wordt zieker en straks bent u er niet meer. Nee. Even nog laatste onderwerp. Hoe is het met de politieke situatie daar in het land? Want je hoort allerlei dingen. We hebben het een beetje gehad over gesprekken die er zouden zijn geweest tussen de president en een paar oppositionele partijen. Hoe is het politiek in Suriname? Het gaat zijn gangetje in die zin dat de regering probeert het volk zoet te houden. Op dit moment is er een situatie waarbij de brandstofprijs dicht bij de 40 SRD is. Niemand komt meer uit. Het volk die heeft afstand genomen van de regering. De ABOP die probeert stemmen te winnen. Overal zien we dat ze kernen oprichten, installeren. Maar ik zat ook in dat ding, ik weet precies, de mensen gaan voor geld en pakketten. Of misschien een job. Maar wanneer het puntje bij paaltje komt, zal men zelf zien hoeveel mensen zullen stemmen op de Zwarte Partij. Je bent diebend aan de situatie. In Paramaribo, in de district, in het binnenland, iedereen voelt de pinari. Dan kun je niet komen zeggen, je bent er niet bij. Jij tekent toch, jij bent daar als medeverantwoordelijke van de uitvoerende macht. Dan kun je niet vrijwaren van de situatie. Dus de situatie is zodanig dat de mensen wachten op de verkiezingsdag. En dan gaan anderen zeggen, ze gaan niet meer stemmen. Maar die mensen wil ik verzoeken, wil ik vragen om te gaan stemmen. Omdat door jouw stem kan er verandering komen in een situatie. Er komt een nieuwe organisatie, laten we daarvoor kiezen. Ja, onder leiding van meester Dr. Anders Guillermo Samson. De stukken zijn al verzonden. Dan de president die moet tekenen. En dan krijgt de organisatie leven. Even afwachten, we hebben alle Surinamers nodig. In en buiten Suriname, man of vrouw, jong of oud, hebben ze nodig om Suriname uit deze ellende te halen. Het is voor het eerst dat Suriname zo ver gezakt is. Nu wil men coupures, bankbiljetten van 200, 500 en 1000 SRD in gebruik nemen komend jaar. Dus de devaluatie gaat verder. Ja, ja. Nou, in elk geval. We hebben uitgebreid gepraat over de situatie in Suriname en alle problemen die daarbij samenhangen. U heeft min of meer al uw zegje gedaan over een nieuwe organisatie die er aan zit te komen. Is er nog iets wat u wilt zeggen wat ik niet gevraagd heb? Dat is het. Laten we het hoofd niet laten zakken. Laten we de moed niet opgeven, mensen. Land is te mooi. Heeft genoeg potentie om een rijk land te worden. We kijken naar Singapore zonder grondstoffen. Met 6 miljoen zoveel inwoners. Was ooit eens een heel arm land. Net als Suriname. Maar door goed leiderschap is Singapore nu een van de welvarendste landen in de wereld. We kijken naar Qatar. We kijken naar het Midden-Oosten. Ook naar Dubai. Het zijn allemaal woestijnen. Qatar en Dubai zijn woestijnen. Geen vruchtbare plaats om te wonen. Maar door leiderschap zijn die landen welvarend. Ze hebben maar een beetje olie. Ze hebben olie, bauxiet, grondstoffen, hout, goud hebben wij ook. Ja, andere mineralen in de grond. Vruchtbaar land. Maar door slecht leiderschap, gebrek aan leiderschap, pinaakt iedereen. Er zijn maar een handjevol mensen, ongeveer 600.000 tielen. En toch pinaren we. Dat kan door verkeerde keuzes bij de verkiezingen. En alleen door de juiste mensen te kiezen. Iedereen moet gaan stemmen. Dan kan Suriname binnen 1 à 2 jaar zo op spoor gezet worden. Mensen moeten gaan om te werken voor het volk. Bestuurders moeten voor het volk werken. Het volk dat beterschap leiden. En dat kan wel, maar deze mensen gaan dat niet doen.
Je ziet, anderen hebben honderden hectare concessie genomen binnen 2-3 jaren. En het volk heeft niet eens een 500 vierkante meter om een huisje erop neer te zetten. En dat soort dingen moeten veranderd worden. Kunnen en zullen veranderd worden als het volk massaal op de nieuwe organisatie van de leden van meneer meester Dr. Anders Guillermo Samson gaat stemmen. Laten we het hoeven niet zakken, mensen, en God gaat ons de overwinning schenken. Dat goed. Meneer Belfort, we zijn gekomen aan het einde van dit gesprek. Ik wil u heel hartelijk dank zeggen en u een fijne dag verder toewensen. Ook dank de gelegenheid geboden. Tot best.